Welke natuurgebieden in de Noordzee vol anemonen en koraal zijn uniek in de wereld? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, als we aan die rand van die Noordzee staan, dan zien we die grote blauwe vlakte voor ons. En we beseffen nauwelijks hoe fantastisch dat ze hier en daar onder water is. Maar soms. Kunnen we daar ook iets van zien als wij aan de rand van de Noordzee staan? Er ligt een magische wereld onder die, in die Noordzee. En soms krijgen we daar een kijkje van boven water. In de zomermaanden, juli, augustus, dan kan de zee lichten. En dan zie je ze nu en dan allerlei blauwe lichten in, in die zee opdoemen en, en op, het, opsteken. Hoe komt dat nou, dat lichten van die zee? Dat zijn deze beestjes. Dat is zeefonk. Een zweephaardiertje, het is een diertje, het is geen plant, het is geen alg. Hij kan wel algen eten en dan ziet hij er groen uit, want die algen groeien dan gewoon door. Maar het is een diertje en die heeft een systeem dat heet luciferine luciferase. Dat is precies hetzelfde systeem als wat in vuurvliegjes zit. En als dat zo'n beest opgeschrikt wordt, dan geeft hij een vonkje. En dat gebeurt bijvoorbeeld in golven en dan zien we ineens een hele golf, zien we zo'n bliksemflits doorheen gaan. Dat zijn allemaal van die zeefonken die dan een geweldige hoeveelheid licht geven. Die zeefonk die gebruikt dat lichtflitsje om zijn vijanden af te schrikken. Dus op die manier kan hij als een vis hem probeert te eten, geeft hij zo'n vonkje af en wordt ineens in beweging gebracht. Het visje schrikt en eet hem niet op. Dat is bijzonder wat we vanaf het land kunnen zien. Maar nu onder water. Nu gaan we eens even kijken hoe die Noordzee er onder water uitziet en wat daar de bijzondere gebieden zijn. Een aantal jaren geleden begon de Nederlandse overheid na te denken over bescherming in zee. En die vroegen aan een aantal wetenschappers, kunnen jullie ons nou eens vertellen, wat zijn nou de werkelijke bijzondere gebieden die wij in die Noordzee uh, kunnen vinden? Nou, toen hebben we daar een aantal wetenschappers uitgenodigd. De ene vertelde wat over zeezoogdieren, de ander vertelde wat over vogels, weer een ander over vissen en nog een ander over bodemdieren. Gelukkig was dit nog in de periode dat we geen powerpoint hadden, maar overhead sheets. Ik was voorzitter van die sessie en ik zei op een gegeven moment tegen hun, geef me eens al jullie sheets, leggen we die over elkaar heen. En de donkerste plekken, dat zijn de werkelijk bijzondere plekken. En die hebben we daar toen gevonden. U ziet ze op dit kaartje afgebeeld. Dat is de kustzone. Dat is het Friese Front. Dat is de Doggersbank, de Klaverbank, de Oestergronden en misschien mogelijk ook de Borkumse Stenen. Ik ga u nu wat vertellen. Wat maakt nou deze gebieden zo bijzonder? De kustzone is belangrijk voor vogels en vissen en als zodanig zeker het beschermen waard. De Doggersbank, dat is het gebied waar het relatief ondiep is, en uh, waar langs de bank, het is een zandbank, die dus boven de zeebodem uitsteekt, en uh, waar in feite de bovenkant is vrij arm. Maar als we wat, uh, wat dieper gaan, met name op de flanken van die, uh, die dochtersbank, daar, uh, daar ontstaat een hele hoop uh, voedsel. En daar komen dan weer allerlei dieren op af. En uh, het woord dochter trouwens, dat betekent een visserschip. Het was vroeger dus ook een plek waar heel veel vissersschepen heen gaan. De dochtersbank was een heel bekend gebied, ook voor de haringvangst en ook voor de kabeljauwvangst in het verleden. En verder vinden we daar dan zeldzame soorten als de wulk, dodemansduim. Dat zien we hier op deze oester staan. Een soort koraal, zacht koraal. En we vinden daar vissen als school, wijting, kabeljauw. En in het verleden zaten er ook heel veel roggen. Bijvoorbeeld de stekelrog. Dat voedsel langs die randen trekt dan weer andere dieren aan. En we zien vaak langs de randen van die dochtersbank veel vogels zitten. Bijvoorbeeld papegaaiduikers en kleine alken. En ook zien we dan weer dat de witsnuitdelfinen en bruinvissen, zoals deze daar op dat gebied afkomen. Dus langs de rand van die Doggersbank zien we dit soort bruinvissen regelmatig. Dan gaan we door naar het Friese front. En dat Friese front is een heel bijzonder gebied. Het is absoluut uniek in de wereld. Er is niemand, er is geen enkel ander land wat zo'n gebied heeft als het Friese front. En hoe komt dat nou? Dat komt door de fysica van het gebied. Dat komt door de manier waarop zeestromingen daar uh, bij elkaar komen. Er komt vanuit het zuiden een zeestroming naar, uh, naar die, uh, dat Friese front toe. En er komt vanaf de Engelse kust komt er een zeestroming naar dat Friese front toe. Die komen bij elkaar en dat leidt tot extra voedsel voor het voedselweb. Verder ligt dat Friese front op een rand. Het zuidelijke deel voor onze kust van de Noordzee is zo tussen de 20 en 30 meter diep. Het gebied ten noorden van het Friese front is pakweg tussen de 30 en 40 meter diep. Het wordt daar dus snel dieper. En dat water dat stroomt daarheen. En dat gaat langzamer stromen doordat het dieper wordt. En dan zakt het voedsel wat in dat water zit, dat zakt uit. Dat komt op de bodem terecht. En dat is dan weer voedsel voor een heel rijk bodemleven. Dat is ook een reden. De andere reden is. Getijstromingen in de Noordzee die komen vanaf het kanaal naar binnen en die komen langs de noordkant naar binnen. Dat komt daar bij elkaar. En relatief heb je daar heel weinig getijverschil. Het is een knoop in het getij, en dat is ook weer een reden dat het water daar veel langzamer stroomt, wat dus ook weer leidt tot uitregenen van, uh, van algen. En last but not least, het stratificeert in de zomer. In de zomer krijgen we een warme, nutriëntarme. Bovenlaag en een koude, nu die redrijke onderlaag. Dat houdt precies op bij dat Friese front. En als er dan wind is, dan mengt dat daar. Dat leidt weer tot extra productie. Dus dat Friese front dat heeft een veel hogere productie dan de zee eromheen. Toen onderzoekers daar de eerste keer heen gingen en daar allemaal algen gingen verzamelen, toen ontdekten ze dat de zee daar veel groener was. En ze noemden dat het groene Gordijn. Het Friese front heeft een groen gordijn. En daar komen dus dan weer allerlei andere soorten op af. Dus je hebt daar veel vissen, je hebt daar veel vogels en je hebt daar veel zeezoogdieren. Dat zien wij in het volgende filmpje. Dit is een bodem van het Friese front. Er wordt wel veel gevist, een beetje kaal zand, maar er zitten allerlei beesten. Hier zien we een anemoon. Hier zien we de rijkdom aan de vissen. Dus die, die, die foerageren daar weer. En hier zien we dan in dit geval de dolfijnen die daarop afkomen. In dat Friese front vind je dat soort beesten veel regelmatiger dan elders in de Noordzee. Een ander gebied, dat is de Klaverbank. De Klaverbank is een grind- en stenenbank in de Noordzee. We zien hier het kaartje. Het gekleurde deel dat is het Nederlandse deel van de Noordzee en in die cirkel daar ligt de Klaverbank. 160 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Het gebied zelf is ongeveer 31 bij 49 kilometer en bestaat voornamelijk uit grind en zo hier en daar wat oude zwerfkeien. Het is ontstaan in de tijd dat de Noordzee nog droog lag, de ijstijden er waren, ijs vanuit Noorwegen onze kant op kwam en die hebben daar dus grind en stenen achtergelaten. Doordat dat grind en die stenen daar liggen in een verder vrij zandig gebied, op dit kaartje wat u hier ziet, daar, al dat gele gebied dat is zand, uh, dat, uh, dat blauwe gebied, dat is modder. En dan in de cirkels, je u die, die stippen staan, dat is het grindgebied. Daar hebben we dus harde ondergrond. En als je harde ondergrond in de Noordzee hebt, dan kunnen daar veel meer beesten op groeien. Als je in het zand zitten, waaien ze weg. Maar op die harde ondergrond, op die stenen, daar groeien allerlei bijzondere beesten. Als anemonen, als duim en dat soort dingen. In feite blijkt nu dat in, die, oh, in het Klaverbankgebied... Van alle op de Noordzee, in de Noordzee voorkomende dieren, die in ons deel van de Noordzee voorkomende dieren, 44% zit op die Klaverbank, in dat Klaverbankgebied. Hier zien wij uh, een filmpje van Claudie over dat, uh, dat uh, Klaverbankgebied. Hier zagen we net de dodemansduim, hier zien wij een, uh, een ijster, hier zien wij uh, allerlei uh, anemonen uh, groeien en uh, hier ook nog weer. Hier zie je dus heel duidelijk die stenen liggen. We zien daar krapjes tussenin gaan. Hier, dit is de Dodemansduim. En dat ziet er dus echt uit als, als een dode hand, vandaar ook de naam. En hier hebben we dan nog een slanke Noordhoorn, een slak die daar, die daar in dat, dat gebied leeft. Vroeger hadden we in ons deel van de Noordzee hadden we drie steengebieden: de Klaverbank, net verteld. We hadden de Tesselse Stenen en we hadden de Borkumse Stenen. En hier zien we een recente foto van die Borkumse stenen. Die Borkumse stenen bevinden zich op de grens tussen Nederland en Duitsland. En opnieuw zien we hier die hele fraaie begroeiing. Ik was op een gegeven moment onderzoek aan het doen in, in de Noordzee. En ik wilde eens kijken op de Tesselse stenen. En we zijn driftig wezen zoeken. We hadden camera's bij ons op de zeebodem. Nou, we hebben drie stenen gevonden. Maar voor de rest konden we die Texelse stenen nauwelijks terugvinden. Ja, ik heb ze later wel gevonden. Op Texel. Ze liggen in de tuinen van vissers... En andere mensen op Tessel. en als je daar naar kijkt, zulke stenen, dan zitten er nog oesterschelpen op. Die kwamen dus uit dat gebied. Zijn opgevist, mee naar huis genomen. Want ja, die lagen in de weg van de, van de visserij. De visserij. en zijn er nog wel. En uh, daar hebben we laatst ook van kunnen vaststellen. dat uh, Daar zit inderdaad een gebied met stenen, met een rijke begroeiing. Er blijken ook vrij veel kokerwormen tussen te zitten. Als je dan opnames van die bodem maakt met een sonarsysteem, dan lijken dat dan weer steengebieden. Maar dat blijken dan weer kokerwormgebieden te zijn. Op zich ook heel bijzonder, maar uh, dat. Uh, ja, ze zijn dus nu ook geen steengebieden. Verder hadden we in het verleden nog een aantal andere bijzondere gebieden. Bijvoorbeeld de oestergronden. Die stond zo straks ook op dat kaartje. Daar lagen vroeger oesterbanken, 20.000 vierkante kilometer. Dat was een soort die inderdaad ook gewoon harde ondergrond vormde voor het rest van het systeem. En dan kom we nog een keer weer terug bij deze. Dit was dus die oesters. Dat waren fantastische oesters. Dit is zo'n oester van die oesterbanken die daar lagen. En daar groeide dus Dodemansduim op. Dit is hard, uh, harde ondergrond. Daar konden natuurlijk anemonen zitten. Daar zitten dan weer kreeften en krapjes tussen. Dus dat was in die tijd ook een heel bijzonder gebied. Daar uh, zat ook uh, de wulk bijvoorbeeld. Een roofslak. Een vulk is ook hard substraat, ook harde ondergrond. Dat is wel grappig. Die vulk, dat is een roofslak, is zo groot. Die schelpen hebben we hier niet liggen. Uh, als die slak doodgaat, dan kunnen heremietkreeften dat huisje gebruiken. Dus dat is belangrijk voor heremietkreeften dat die huisjes er zijn. Daarnaast kunnen die anemonen op dat slakkenhuisje zitten. En dan zien we dus of de slak of de hermietkreeft met de anemoon rondrennen. Dus in feite hebben we dan het wandelende harde ondergrond die er ook nog was in het verleden. En daar zaten dan ook veel roggen en vleten in dat gebied. Grote roggen die, die zich ook dus in die gebieden ophielden. We hebben dus een aantal hele bijzondere gebieden in dat deel van de Noordzee. We hebben die Doggersbank in het noorden. We hebben dat Friese front, nogmaals, een absoluut uniek systeem. We hebben die klaverbank en ook onze kustzone is zeker bijzonder. Dit is dus toch iets waar we denk ik in de toekomst zuinig op zouden moeten zijn. En in het volgende college gaan we in op de grootste bedreigingen van deze bijzondere gebieden, namelijk de visserij.